Het initiatief voor het project kwam in 2014 van ouders van thuiswonende jongeren met een beperking. In het gebouw komen ook 11 bewoners van woongroep Essenlanden in Wateringen. Ja, ik word daar alleen maar heel erg blij van. Weet je, wij wonen zelf dan ook in Wateringen. En het feit dat je eigen kind, maar alle bewoners uiteraard, gewoon in hun eigen, relatief eigen buurt kunnen gaan wonen. Ja, op zo'n fantastische plek aan het Hofpark. Ja, weet je, wat wil je nog meer? Ook de toekomstige bewoners hebben heel veel zin om op zichzelf te gaan. Ik ben Carapo, ik ben 23 jaar. Ik ben super leuk om te gaan wonen. Ja, want waarom vind je dat zo leuk? Nou, ik krijg ook nieuwe buren. Carlijn woont nu nog bij haar ouders, maar ze vindt het eigenlijk helemaal niet spannend om daar weg te gaan. Nee, niet helemaal. Maar ik vind het wel leuk. Laat me komen. Lisanne van 26 verhuist ook naar de Zonneberg, maar dan vanaf Essenlanden. Waar kijkt zij het meest naar uit? Dat het gewoon heel gezellig wordt en heel erg knus en heel erg, ja, mezelf, mijn eigen. Is dat belangrijk voor je? Ja. Waarom is dat zo belangrijk voor je? Dan heb ik wat meer rust en meer relaxiteit in mijn hoofd en zo. In het huis komen ook gemeenschappelijke ruimtes om samen te eten, tv te kijken of spelletjes te spelen. Ja, het is natuurlijk zo belangrijk om niet alleen maar een huis te hebben, maar ook om een thuis te creëren. De inrichting voor deze huiskamers is echt wel heel kostbaar. Het moet natuurlijk jaren meegaan, het moet een soort van, zoals wij het noemen, hufterproef zijn. En ja, daar gaan gewoon enorme kosten mee gemoeid. Sponsors kunnen zich melden via vriendenvanphiladelphia.nl en spullen sponsoren kan ook. Handiger is dan om even een mailtje te sturen naar zonnebergwateringen@gmail.com en daarin aan te geven, ja, wat je voor ons zou kunnen betekenen. En als het gebouw eind dit jaar open gaat, dan heeft Carlijn nog wel één wens. Ik op beroep de autist waarvan iemand uit de top is!